Waarom druk je zo? Dit SCA type 2, daardoor begin je heel veel te trillen, loop je als je dronken bent en je bent heel slecht verstaanbaar voor de mensen. Je kleine hersenen niet goed de signalen doorsturen naar je zenuwen. Oké, vandaar. Ik ja. Van af. Ik ben niet meer te redden, maar doe zoef! Doe zoef! Ik ben Wendy van S. Ik ben afdelingsleider op de Rotonde, een specifiek VMBO-school in Breda. En Soufiane is een aantal jaar geleden afgestudeerd hier op de Rotonde. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat Soufiane hier kwam, was het al een fantastische, positieve jongen. Altijd een lach op zijn gezicht. Ook wel wat druk in de klasse, vanaf de brugklas al. Maar wel een voorbeeld voor ons allen. En ja, wij willen eigenlijk in actie komen. En wij willen Soufiane zijn wensen uit laten komen. Dus dat betekent dat we met de leerlingen, met collega's, dat we allerlei acties op gaan zetten. We willen onze huidige leerlingen ook iets leren over Soufiane, vooral van Soufiane. En ja, we gaan dat afsluiten met een 6 juli, een enorm grote actiedag. Nou, toen Soufiane hier op school zat, toen, ik had hem in de klas, ik was zijn mentor. En dat was geen grotere stuiterbal dan Soef. Altijd heerlijk, vrolijk, vrienden met iedereen in de klas, altijd lachen, gieren, brullen. Maar één ding, als ik vroeg aan het einde van de les wie wilde mee helpen opruimen, dan was Soufiane ook altijd de eerste die mee wilde helpen. En mede om dat soort dingen is Soufiane zeer zeker bij ons op school onze help. Ik ben Soufiane Elazizi, ben 20 jaar oud. Ik werk nu 2 jaar bij de Albert Heijn. Op morgen was ik aan het lossen en toen ging ik vak vullen en toen kon ik niet meer opstaan. Toen ben ik naar de huisarts geweest. Foto's laten maken en echo's laten maken en de huisarts zei er is niks. Volgens mij stel je gewoon aan. En toen heb ik gezegd mijn vader is overleden aan een spierziekte, zodat dat die kunnen zijn. En toen vroeg ze wat dat voor spierziekte was en het was SCA type 2. Toen ging ze opzoeken, toen heb ik bloed laten prikken en toen werd er opgestuurd naar Nijmegen. Heb ik 6 maanden moeten wachten. En toen bleek het dat SCA type 2 had. Mijn vader is eraan overleden, mijn zusje en 2 ooms. Ik heb van 2011 tot 2016 op de Rotonde Breda gezeten en ik ben ook hier geslaagd. Ik heb echt een toffe tijd gehad. Het is echt een tof school, een leuke school. Ik ken alle leraren en kon me iedereen goed vinden op deze school. Ik kom hier ook wel eens terug op school, gewoon van de leraren te zien en soms om voorlichtingen te geven of research op school. En dan vragen ze toch een oude leerling om te komen en dan soms vragen ze mij en dan kom ik wel. Ja. Mijn eigen motto is, leef met de dag, morgen is niet beloofd. Nou, vaak hebben wij met collega's over positiviteit en dan komt eigenlijk Soufiane heel vaak naar voren als het positieve voorbeeld. En hij heeft ook een paar keer in de klas verteld over doorzettingsvermogen. En dan voor veel kinderen bij ons op school is Soufiane echt een voorbeeld. En die volgen hem ook op Instagram, op Soufs Live. En ja, ze zien hem allemaal heel graag. En ook als ze boodschappen doen bij de Albert Heijn natuurlijk. Hey Souf, we gaan iedereen gek en dol maken om dit allemaal mogelijk te kunnen maken voor jou, hè? Heb je er zin in? Ja. Oké, met z'n allemalen hier. Doe Souf! Doe Soef! Ik ben niet meer te redden. Doe Soef! Doe Soef! Dag school, lekker werken!